Bewoners van Woensel krijgen voortaan hun eigen krant. Thuis in Woensel. Vandaag of morgen valt hij voor het eerst op de mat. Maar vanmiddag werd de krant ook in winkelcentrum Woensel uitgedeeld. Mag ik u een nieuwe huis in huis krant Thuis in Woensel aanbieden? Oké, dankjewel. Leuk lokaal nieuws. Veel leesplezier. Mag ik u een nieuwe huis in huis krant aanbieden? De krant is een initiatief van ondernemer Ron Meurkens. Hij vindt dat de wijk Woensel zijn eigen krant verdient. Woensel is zo groot. Er wonen bijna net zoveel mensen als in heel Maastricht. En dan denk ik, als je alle facetten hier ziet van winkelcentrum Woensel, sportcomplex Eindhoven Noord, alle diverse winkelcentra, maar ook het rijke verenigingsleven. Daar wordt bijna tot niet over bericht. En ik wil daar graag veranderingen aanbrengen door daar gewoon een huis-aan-huiskrant voor neer te leggen. Wat vindt u ervan, zo'n huis-aan-huiskrant? Ik heb al zo'n huis-aan-huiskrant. Groot Eindhoven. Nou ja, ik kijk ze allemaal wel na. Ik heb natuurlijk tijd zat als je met pensioen bent om een krantje te lezen. Ik snuffel ze altijd wel uit, ja. Die we in de bus krijgen. Ja, dan moet ik hem eerst lezen, meid, want dat kan ik nou nog niet zeggen, hè, wat ik van die krant vind. Het is de bedoeling dat het een krant voor en door Woenselnaren wordt, dus bewoners mogen vooral zelf kopij aanleveren. Natuurlijk hopen we dat we heel veel berichten binnenkrijgen. En dat mag gewoon makkelijk geschreven zijn, dat hoeft niet, dat moet Nederlands technisch geschreven zijn. Nee, wij willen graag de informatie. Wij zullen dan zorgen dat de informatie herschreven wordt naar duidelijk leesbare taal, maar we willen ook naar u toe komen om een mooi verhaal te maken. Maar dat vind ik juist leuk, want er zijn toch bepaalde dingen. Mijn man zit bij een schildersclub bijvoorbeeld, is wel eens een expositie. Als je dat inderdaad open kan brengen, dan is het toch wel hartstikke leuk om de mogelijkheid te hebben. Ja. De krant heeft een oplage van 45.000 exemplaren en verschijnt één keer per maand.